While the Vlaamse guy or Flemish jaybird is busy collecting acorns from oak trees, we meet Jan de Smet. De haai heeft een heleboel bijnamen gehad, maar de meest duidelijke om zijn slechte reputatie in de verf te zetten, was waarschijnlijk wel rotzak. Ja, als in Vlaanderen iemand zegt dat er rotzak is, dan weet je wel hoe laat dat is. Hè. He's been collecting all there is to know about this brutish bird. Vlaamse haai is eigenlijk vrij makkelijk te herkennen. Als je van dichtbij ziet natuurlijk. Het is geen één vogel die kleuren heeft. Die blauwe streepjes komen zwart-blauw op zijn vleugels. Je kan niet zeggen een haai dat hij sierlijk vliegt. Het is bijna geen die zwemt. Zo. Hij roeit bijna. Zo. Maar veel moeite komen. Ze vliegen ook. Ze gaan ook niet op vooruit. Ze kunnen enorm krijgen. Je kan zeggen, ja, het is verschrikkelijk. Het is alsof je ze bij de keel pakt. Ik had zeer vroeg interesse voor vogels in de omgeving, in de tuin. Ik kreeg dat van mijn ouders die op reis gingen naar Zwitserland. Kwamen ze naar huis met een verrekijkertje. En dat was natuurlijk ja, een van mijn lijfstukken. Hè. Van vogels heb ik gedurende ongeveer 30 jaar. Hier, dat is allemaal vogel. Dus dat is alles wat er over vogels verschijnt in kranten. Dat is het mapje en het is eigenlijk niet dik. Dus ik mag niet zeggen dat in de media, in de pers, dat de Vlaamse haai een echt succesbeest is. Dat ze een fantastisch geheugen moeten hebben, dat staat dus vast. Eén vogel kan in de herfst 4.000-5.000 van die eikels gaan verstoppen. Dat zijn zeer intelligente dieren, want ze vinden die gek genoeg praktisch maanden nadien nog altijd terug. Men heeft nog haaien gezien die plekken terugvonden waar ze eikels hadden verstopt onder 30, 40 centimeter sneeuw. En dat ze zelfs daar begonnen te graven en wisten bijna ja, GPS gestuurd van daar zitten mijn eikels. Wat zijn naam betreft, de Vlaamse haai, dat is dus echt ja, toch een soort mysterie. Er zijn sterke vermoedens dat het vooral vanuit Nederland moet gekomen zijn, dat men daar een toevoegsel Vlaams heeft aan toegevoegd. Het zijn uiteindelijk de Nederlanders die dan in 1989 beslist hebben om dat Vlaams er toch boef met de guillotine af te halen. Er is ooit wel, kijk, de ex-Volksunie, de Vlaamse partij geweest. Voor de Vrij Vlaanderen hebben we ooit zo willen verkopen, Vlaams als de haai. Maar dat is het natuurlijk niet helemaal. Eigenlijk moet je voor ieder beestje, zelfs voor ieder Vlaamse haai dat je tegenkomt, die pet afdoen. Het is outdoor living op zijn hardst. Mensen zien dat allemaal zeer romantisch, betalen daar dure reizen voor om een keer spannend in de natuur te gaan leven. Maar eigenlijk, de beesten die in het wild bij ons, zelfs in onze tuin leven, doen dat dag en dag. Hè.